Al sinds 1958 voedt de elektriciteitscentrale van Ham in Gent een ondergronds netwerk van leidingen dat de duurzaam geproduceerde warmte verder verspreidt. Vandaag voorziet dit netwerk van 23 kilometer 110 klanten, onder wie bedrijven, de Universiteit van Gent, het ziekenhuis AZ Sint-Lucas, sociale wooncomplexen, een winkelcentrum, een bibliotheek en zelfs een zwembad. Een nieuwe verbinding zorgt ervoor dat nu ook de Tondelierwijk wordt voorzien van warmte. Voor de stadsverwarming wordt gebruik gemaakt van de warmte die vrijkomt door het produceren van elektriciteit. EDF Luminus is een pionier in dit domein. Verwarming via het stadsverwarmingsnet is efficiënter dan de klassieke cv-ketel op aardgas. De stadsverwarming zorgt voor een significante daling van de uitstoot van broeikasgassen en helpt zo de ecologische voetafdruk van Gent te verkleinen. De stad Gent beschouwt de stadsverwarming trouwens als een essentiële schakel in zijn energie- en klimaatbeleid. Precies daarom investeert EDF Luminus er elke dag opnieuw in. Ziezo, nu weet u hoe de stadsverwarming van Gent werkt. Wilt u nog meer weten over de activiteiten van EDF Luminus? Ga naar edfluminus.be.